De curator van Thuiszorg Groningen onderzoekt een claim tegen bestuurders van zorgbedrijf Meavita. Meavita en dus ook Thuiszorg Groningen zijn failliet gegaan door wanbeheer van de Raad van Toezicht en de top van het Haagse zorgbedrijf. Dat blijkt uit een uitspraak van de ondernemingskamer gisteren. Meavita ging in 2009 failliet met een miljoenenschuld. 20.000 werknemers en 100.000 cliënten werden gedupeerd. Ook Thuiszorg Groningen ging failliet. De FNV vond dat het bestuur verkeerde keuzes had gemaakt en dat de commissarissen niet hadden ingegrepen. De curator van Thuiszorg Groningen, Wim Ensinger, is tevreden met het vonnis. Die uitspraak stemt ons wat dat betreft uiteraard tot tevredenheid. Wat betekent die uitspraak? In die uitspraak is vastgesteld dat er sprake is geweest van wanbeleid in het Meavita concern. En dat is dat zou een opstapje kunnen zijn voor een procedure uit hoogte van bestuurdersaansprakelijkheid. Dus een procedure waarbij de bestuurders en de toezichthouders aansprake stellen voor het tekort in de boedel van Thuiszorg Groningen. Meavita ontstond in januari 2007 uit een fusie van 4 instellingen in Den Haag, Groningen, Utrecht en de Achterhoek. Het bedrijf had een miljard omzet. De 5 curatoren gaan, en dat zal samenspraak ook wel een beetje gaan, denk ik, met FNV, de uitspraak bestuderen. En dan gaan wij kijken of we inderdaad die procedure uit hoofd van bestuursaansprakelijkheid gaan opstarten. Het personeel van Thuiszorg Groningen is betaald en veel schuldeisers ook. Maar er is nog een openstaande schuld van zo'n 3 miljoen euro. Dat loopt nog altijd. We hebben al uitkering aan crediteuren kunnen doen. De boedelcrediteuren zijn betaald, de preferente crediteuren, dat zijn de crediteuren met de hoogste rangorde, zijn betaald. We hebben een eerste uitkering gedaan van 35%. En wij proberen uiteraard, dat is ook onze taak als curator, om te zorgen dat iedereen betaald krijgt. Ensinger denkt dat het nooit zo ver had hoeven komen. Ik heb dat wel eens eerder gezegd. Ik heb het idee, maar het bewijs kan ik natuurlijk nooit leveren, dat als Thuiszorg Groningen zelfstandig was gebleven, dat dan men veel meer kans had gehad om zelfstandig te blijven bestaan. Prominent VVD'er Loek Hermans was voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij heeft andere commissarissen ten onrechte niet volledig over de problemen geïnformeerd. De kritiek was voor Hermans reden af te treden als fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer.